In de coöperatieve bakkerij van Heerlen is een nieuw wereldrecord gevestigd. In 3 uur tijds wist een team van 14 bakkers een reuzenbrood van 26,5 meter te bakken. En dat is geen kleinigheid. In een speciaal daarvoor gemaakte stalen goot werd 225 kilo deeg geleid, dat vervolgens eerst een tijdje gelegenheid kreeg om te rijzen. Voor het bakken van het brood was maar een oven van 18 meter lengte beschikbaar. Terwijl dus aan de ene kant het deeg er nog in ging, kwam aan de andere zijde het bruin gebakken brood er al uit. Nadat het nog warme brood in plastic folie was verpakt, werd het de deur van de bakkerij uitgeschoven naar het dak. Dit was de enige mogelijkheid om het heel te houden. Bij het krieken van de dag werd het brood door een kraan op een 40 meter lange trailer gehesen en onder politiegeleide naar Valkenburg vervoerd. En waarom nu dit alles? Ten eerste om het record te breken dat op 24 meter stond. Zelfs bakkers blijken daar dus behoefte aan te hebben. En ten tweede omdat men een caritatieve instelling wilde steunen. Het brood zal namelijk ten gunste van die instelling in plakken worden verkocht op een vakbeurs in de Eurohal van Valkenburg, waar men er voor de publiciteit wel brood in zag.